When I am down and oh my soul so weary. Welkom, beste mensen, uit de Sint-Jansbasiliek te Oosterhout. Houden jullie het vol? Is een vraag die ik deze dagen stel aan anderen. Een eerste reactie is tuurlijk. Maar als je doorpraat, hoor je toch wel hoe moeilijk mensen het op dit moment hebben. Hoe doe je dat eigenlijk? Iets volhouden. Als de regels rondom COVID je beknellen. Als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. Een menselijke reactie is er tegen vechten. Niet accepteren, maar er recht tegen ingaan. Dit overkomt mij niet. Ik word alweer beter. Dit overkomt mij niet. Tuurlijk kan ik omgaan met de maatregelen. Een andere reactie kan zijn accepteren dat het is zoals het is. Onderkennen dat je ziek bent. Onderkennen dat je last hebt van alle regels, dat het je benauwt. En vervolgens het vertellen aan anderen, aan mensen die om je geven. Zo kun je persoonlijk lijden samen dragen. Zo kun je samen bidden om verlichting, om een oplossing. En je zult merken dat je al biddend de situatie kunt leren accepteren. Al biddend komt er openheid voor nieuwe mogelijkheden. In het evangelie van Marcus, dat we vandaag horen, treedt Jezus voor het eerst op als genezer. Als mensen aan mij vragen, geneest God? Dan zeg ik altijd, dat vind ik een moeilijke vraag. Want hij geeft niet altijd de genezing waarnaar we verlangen. Ik weet wel zeker dat hij je binnenste, je innerlijke, geneest. Zodat je welke situatie dan ook kunt dragen, samen met mensen die om je geven. Want geloven doen we samen, in verbondenheid met anderen. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam, ging hij met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En ze spraken hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan. Ze werd vrij van koorts en bediende hen. In de avond na zonsondergang bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekte leden, genas hij. En hij dreef tal van geesten uit. Maar hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat ze hen kenden. Woord van de Heer. We hoorden zojuist een klein verrijzenisverhaal. Het speelt zich af in het huis van Simon en Andreas, de eerste leerlingen van Jezus. De schoonmoeder van Simon is ziek en ligt te bed. Jezus neemt haar bij de hand en de vrouw staat op met vernieuwde kracht. Ze staat op door de kracht van Jezus. En daarna hoorden we en ze bediende hen. U denkt misschien, daar gaat hij weer. De rol van de vrouw in huis is in de keuken en aan tafel. De vrouw die thuis blijft en voor het eten zorgt, voor haar gezin en voor de gasten. Nu is het zo dat de Bijbel vaak rolpatronen laat zien die in vroegere eeuwen gewoon waren, maar die we nu niet meer kunnen accepteren. We lezen over slaven en vrije mensen,
over mensen die gekocht en verkocht worden, over landen, volken en steden die worden veroverd, geplunderd en onderworpen. We lezen in de Bijbel over allerlei praktijken die we nu verfoeien, als misdadig beschouwen zelfs. De schoonmoeder van Simon bediende. In dat woord bedienen zit het woord diaconie. En dat woord heeft in de kerk een belangrijke betekenis. Het staat voor de dienende taak van de kerk in de samenleving. En dat is een taak voor iedereen in de kerk. Voor hoog en laag. Voor leerling en leraar. Voor man en vrouw. Niet voor niets heeft de paus als een van zijn titels dienaar van de dienaren Gods. En Jezus zei bij het laatste avondmaal: degene die bedient is de grootste, niet degene die aanlicht. En toen protesteerden de leerlingen, want ze gingen ervan uit dat dienen vernederend is, dat dienen mensen klein maakt. Maar dienen staat in het leven van Jezus tegenover eigenmachtig leven, tegenover de neiging om alles naar je hand te zetten. Wie dient, maakt ruimte voor een ander, heeft eerbied voor het leven in al zijn dimensies. Een kerk die niet dient, dient tot niets, zei een Franse bisschop ooit. We lazen dat er een hele menigte hulpbehoevende mensen voor het huis van Simon en Andreas stond. Ze wachten op Jezus in de hoop door hem bevrijd en genezen te worden. Als wij de deur openen van onze kerk, van ons huis en bovenal de deur van ons hart, dan zien ook wij wat wij kunnen doen, wat we kunnen betekenen voor onze naasten, hoe wij kunnen dienen. To more than I can be. Almachtige God, allen die zich zwak en kwetsbaar weten, vinden wij u vertroosting en sterkte. Kom naar ons toe als het lijden ons treft, als de dagen traag aan ons voorbij gaan en de toekomst zonder uitzicht is. Genees ons van alle kwaad, lichamelijk kwaad zoals ziekte, maar nog meer genees ons van angst, egoïsme, gebrek aan hoop en van de gedachte dat er alleen dit leven is. Wees de rots van ons vertrouwen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.